Piet was voor mij eigenlijk de Provo van zijn tijd. Hij had maling aan codes en regels, rebels. Toen wij klein waren, groeiden we natuurlijk op in een klein burgerlijk milieu. In de jaren 50, eind jaren 50 in Nederland, allemaal iedereen hard werken, doe maar gewoon. Mijn vader, toonbeeld van een harde werker die Nederland heeft mee helpen opbouwen. En dan kwam deze, toch bon vivant, een beetje een charlatan ook, kwam binnen. Dan gebeurde er wel wat in die burgerlijke huiskamer waar wij normaal ons in bevonden. Ja, dat is goed dat je dat zegt, want wij in de familie Sauer, mijn schoonfamilie, daar keken ze helemaal niet op tegen zo'n type als mijn neef Piet. Want je hoorde, wat Dirk zegt, je hoorde gewoon te werken en geen gezeur en niet van dat heldhaftige van de oorlog. Dat werd daar eigenlijk niet zo gewaardeerd. Als 10-jarig jongetje vond ik het al James Bond. Zo wilde ik ook leven. Weet je, op avontuur, op reis, de wereld in, mooie vrouwen. Ja, wat wil je nog meer? Oh nee, dat was Stanislaw niet. Stanislaw met een Rolex over dat ding heen. Dat was Stanislaw niet. Stanislaw ging na afloop van de kroegen naar de haven om makreel te eten. Gewoon lekkere makreel die door een speciale vent gerookt moest worden. Eén vent deed dat dan alleen maar goed, zulke verhalen. Die makreel, ja. Maar ik heb ook nooit zo'n horloge aan hem zien hangen. Dus dat moest van een andere figuur stammen. Naar mijn bevindingen. Peter Tazelaar, neef Piet, groeit op in Indië en wordt in 1938 naar Willemsoord Den Helder gestuurd om een opleiding tot adelborst bij de marine te volgen. Een succes is het niet. Voor de theoretische vakken is hij veel te ongedurig. Daar werd een beetje meesmuilend over gedaan. Want het was natuurlijk niet eervol dat hij daar weggestuurd is. Dus de familie moest iets met hem. En zodoende kwam hij dan bij ons in huis en ging naar de zeevaartschool in Groningen. Maar toen bleek al snel dat er vakken bij waren die hem niet interesseerden. Dus het was weer een herhaling van Willemsoord. Ook daar liet hij het op den duur afweten. En dat ontdekte ik omdat hij altijd met dezelfde tas met boeken naar school ging. En toen zei ik, Piet, ga jij wel naar school? Toen bleek het dat hij loopjongen was voor de overigens zeer keurige wijnhandel Onders in Groningen. En daar viel wel eens een klein douceurtje af. En hij hield van een borreltje of zo. Dus dat kwam uitstekend uit. Op zo'n moment overzie je niet wat je te wachten staat. Maar omdat Piet, toen is hij aangemonsterd op een boot van de koopvaardij, hè? En die zou 10 mei uitvaren. Nou, erger kon het niet, hè? Dus hij kon niet weg. Dus voor hem was het meteen een totale streep door zijn toekomst. En toen heeft hij eigenlijk maar één ding gedaan. Geprobeerd om weg te komen. In de zomer van 1941 weet Tazelaar te ontsnappen uit Nederland als lid van de bemanning van de onder Zwitserse vlag varende Saint-Cerque. Aan boord is ook Erik Hazelhoff Roelfsema. De vriendschap is snel gesloten. Erik schreef later: hij was een paar jaar jonger dan ik. Maar misschien omdat we beide uit Indië kwamen, leek het alsof we elkaar ons hele leven gekend hadden. Hij zei niet veel, maar in zijn donkere ogen gloeide een vuur dat voor de moffen niet veel goeds beloofde. Na aankomst in Londen zitten Hazelhoff en Tazelaar een paar dagen vast in de zogenaamde Patriotic School om te controleren of ze geen spionnen zijn. Wat beide opvalt is dat de Nederlanders in Engeland geen flauwe idee hebben wat er in het bezette vaderland gebeurt. Wij kwamen ze eraan herinneren dat er oorlog gevoerd werd in Nederland. En dat was een punt, dat vonden ze niet zo leuk. Kreeg sterk de indruk. Ze zaten te wachten tot de oorlog afgelopen was, dat Engeland de oorlog verloren had. En dan hadden ze rustig terug kunnen gaan en dan
de zaak op de oude voet voortzetten, dachten ze. Dus ze waren met ons helemaal niet gelukkig. Wij waren na een week overtuigd dat hier onze ministers een stel ingesukkelde lamzakken waren. En iedereen die voor ze werkte, praktisch gesproken ook. Daar moet ik er eerlijk bij zeggen dat zij vonden ons avonturiers. Zij begrepen van ons ook helemaal niks. Hele suffe boel natuurlijk, hè? Enfin, je werd dan door Boeien, mag je dan om 11 uur een kopje koffie gaan drinken met meneer Boeien. Nou ja, dat was zoiets als een Sinterklaas uit de vooroorlogse tijd, weet je wel. Zo, een hele schattige oude meneer die er echt niets van begreep, in onze ogen. Want dat is natuurlijk, wij waren dus 20. En wij vonden dus dat die hele Nederlandse regering daar dus heel weinig deed. En ook heel weinig van begreep. En ze wou ook niet echt luisteren. Wat je natuurlijk bij de majesteit wel had. In een huis op Chester Square in Londen hebben koningin Wilhelmina en haar schoonzoon prins Bernard wel begrip voor de jonge avonturiers. Zij zien ook iets in het plan van Hazelhoff en Tazelaar om contact te leggen met het verzet in het vaderland. Ik heb enorm plezier gehad de eerste keer toen ik met hun in contact kwam. En ik weet dat mijn schoonmoeder, de koningin, daar evenveel plezier gehad. En voor mij was het alles behalve een stel avonturiers. Voor mij was het een stel heer waar ik onmiddellijk sympathie voor had. En we zijn later goede vrienden geworden. Wat ons betreft, toen wij hier op Chester Square aankwamen, toen waren we eigenlijk mogen gekraakt door dat gezeimel van die Nederlandse bureaucratie in Londen. En we hadden dat plan dat we hadden om het contact te maken met bezet Nederland, dat hadden we eigenlijk zo'n beetje opgegeven. En toen kreeg je de merkwaardige situatie dat we hier op Chester Square in de oude koningin plotseling een meelegger vonden. Iemand die geheel aan onze kant stond. Achter het huis van koningin Wilhelmina staat een appartement leeg, de Mews. Hazelhoff en Tazelaar kunnen daar intrekken en hun plan voor contact met bezet Nederland uitwerken. Hazelhoff haalt een van zijn beste vrienden uit zijn studietijd in Leiden erbij, Chris Krediet. Die trouwt later in Londen met Alice Brandon, die het plan voor wat Contact Holland gaat heten dan in alle details te horen krijgt. Het hele plan om daar dus krankzinnig met wijn overgoten in je smoking te gaan staan daar beneden bij omdat je weet dat die Duitsers daar vissen, dat is toch een soort van studentengrap. He? Het blijft een verhaaltje. Ik bedoel, het is allemaal wel gebeurd, maar je weet wat ik bedoel. Het is heel romantisch en leuk verzonnen. Contact Holland moet Peter Tazelaar onopgemerkt door de Duitsers terugbrengen in Nederland. Met een snelle motorboot en vervolgens een roeiboot zal hij landen op het strand van Scheveningen, pal voor het koerhuis. In het hol van de leeuw dus, want daar feest de Duitse marine. De gok is dat niemand op die plek een actie zal verwachten. De overtocht mislukt een aantal keren. Maar in de nacht van 22 op 23 november 1941 zit alles mee. De nacht dat het lukte en dat Peter Tazelaar aan land gezet werd, toen was het erg mistig en heijig. En wij zaten in het bootje, wisten niet precies waar we bij Scheveningen zaten. En op een gegeven ogenblik, levensgroot voor ons, vrees de pier, de oude pier van Scheveningen. En terwijl we daar langs roeiden, werd er geschreven door een schildwacht die daar kennelijk stond, Weerda. En ja, Bob hield op met roeien. Het was doodstil. Ik dacht, we moeten iets doen. Dus ik heb gebruld, meer spontaan dan anders, maar gebruld Maulhalten. En mijn Duits was vrij goed in ieder geval. Voordat we wisten, er kwam geen enkel geluid meer. En het tij stond naar het noorden, was vloed. En we dreven dus langs de pier en waren eigenlijk binnen enkele seconden weer uit het zicht. Ik ging toen overboord. Het was ongeveer 0 graden. Het water was natuurlijk verrekte koud. En zeulde toen Peter met me mee. En toen we konden lopen, zodra we samen konden lopen, liepen we hand in hand daar het strand op. Bij de laatste passen begon ik zijn waterdichte kleren al los te maken, zodat we zo min mogelijk tijd zouden verliezen op het strand. Nou, en in een ogenblik had ik Peter daar dus keurig netjes in zijn avondkleding staan. We haalden cognac tevoorschijn en gooiden een paar druppels over me heen, zodat hij echt voor een feestganger door zou kunnen gaan. En toen liepen we samen het strand op. Dus ik ben naar die boulevard snel toegelopen. En op die boulevard dacht ik, nou, nu ben ik safe. Dus ik heb een sigaretje opgestoken.
En is gekeken of ik die boot nog zag varen in de duisternis. Ja, dat had ik wel leuk gevonden, maar het was niet zo best geweest. Dan hadden we hem natuurlijk ook gezien. Ik zag hem dus niet meer. Toen ben ik langs het koerhuis gelopen. En ik kwam op het Geversdijnopplein en er stond een tram klaar voor me. Ja, dus ik kon zo van een Engels oorlogsschip op naast de tram stappen. Peter was in Holland met de opdracht om een spionagenet op te bouwen. En ik zou heen en weer blijven varen tussen Engeland en bezet Nederland om hem te voorzien van geheime agenten en van zendertjes, geheime zendertjes. Dan moet je eerlijk zeggen dat toen het gelukt was, toen dacht ik, nou weten we het verder, zo gaat het verder goed. Het op te zetten spionagenetwerk wordt later bekend als het Englandspiel. Veel Nederlandse geheime agenten en zenders worden overgezet of gedropt in Nederland. Bijna allemaal vallen ze in Duitse handen. Over het hoe en waarom van die mislukking is de discussie sindsdien niet verstomd. Volgens neef Dirk Sauer besefte Peter Tazelaar al snel dat er een luchtje aan het Englandspiel zat. Maar hij was niet bij machten het stop te zetten. Kijk, zijn verhaal is eigenlijk een heel tragisch verhaal. Hij heeft iets heel heldhaftigs gedaan. Hij heeft enorme risico's genomen. Hij heeft dat gedaan in de vaste overtuiging dat hij daarmee de Duitsers bestreed en zal maar zeggen, de vrijheid van Nederland bevocht. En eigenlijk was het voor niks. Want alle mensen die door hem, via hem, of vrijwel alle mensen die geland zijn, zijn opgepakt door de Duitsers en vermoord. Dus als je het historisch bekijkt, is het natuurlijk eigenlijk één grote mislukking geweest, dat heldendom. Een nodige kanttekening bij het heldendom. En daar zijn er meer van te maken. Net als Erik Hazelhoff en Chris Krediet kreeg Piet Tazelaar de Willemsorde en werd hij adjudant van Wilhelmina. En toch is alleen de naam van Hazelhoff tenslotte blijven hangen. Door Soldaat van Oranje, eerst het boek uit 1972, toen de film uit 1977, groeide hij uit tot icoon. De verzetsman als beroemdheid. Zoiets had kort na de oorlog niemand ooit gedacht. Tazelaar al helemaal niet. Na de oorlog waren er heel veel verzetshelden en in allerlei gradaties. En er waren ook nog een paar die in Den Haag rondliepen en die waren echt fout. Die zich overigens toch ook bewogen en vertoonden. En het verzetsheldschap, ik moet zeggen dat er werd niet echt een kaartje aan gehangen. Dus als je wilde weten of verzetsheld was geen woord wat voorkwam. De eerste jaren wou niemand erover praten, die oorlog. Ik bedoel, die generatie die was net uit die oorlog gekomen en die hadden er echt helemaal even genoeg van. En in die tijd werd die verzetsmensen, die waren helemaal niet zo. Daar praten we nu met ontzag en achting over. Vlak na de oorlog was daar helemaal niet zo sprake van. Ik was journalist en er waren speciale kroegen waar je dan bij elkaar kwam. Den Haag had toen nog 7 kranten. En men verzamelde zich daar en nou, daar kwam eigenlijk zo'n beetje iedereen wel eens een keer langs. En Peter Tazelaar, je kunt niet zeggen dat ik hem echt heb leren kennen, want ik geloof niet dat Tazelaar een mens was om echt te kennen. Maar die heb ik ontmoet in het café, in de nachtcafés. Ik had natuurlijk wel, hij had dat en dat in de oorlog gedaan. Dat hoorde je wel. Dat is die vent die hier moest dronken over het Geversdijnopplein met een verkeerd dubbeltje zich eruit moest zien te redden. Zulke verhalen gingen er wel niet door Tazelaar zelf over. Dus absoluut niet. En je ziet ook hoe toevallig heldendom dan natuurlijk ook is. Hè? Een held word je door wat je doet, maar je wordt het minstens zoveel door de marketing daaromheen. En ja, het was natuurlijk meteen duidelijk dat die Hazelhoff Roelsema, die had een veel beter gevoel voor marketing. En die begreep gewoon hoe hij zijn heldendom kon marketen, om daar wat mee kon doen. Hoogheid, het is voor ons een grote eer, voor mij als schrijver en voor mijn vriend Ad Stok als uitgever, om u het eerste exemplaar van Soldaat van Oranje te overhandigen. En ik ben u enorm dankbaar. Hier heb ik uit de boekenkast dat beroemde boek gepakt, hè? Soldaat van Oranje. Ja, sorry, op de eerste bladzijde heeft mijn man al gezegd narcistisch. Dat is natuurlijk. Johan Birnie en Peter Tazelaar kennen elkaar van de marine en horen later tot dezelfde verzetsgroep. Dit gaat wel over die landingen. Nou, Johan heeft er zelf twee dagen gestaan.
Maar er kwam niemand opdagen, want dan, nou, ja, dan ging die boot weer niet goed. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Dus, waanzin bijvoorbeeld. En dat gaat maar door. Een paar jaar daarna, toen werd het wat ernstiger. En toen zou dus een film gemaakt worden. En toen zou die film heten Soldaat van Oranje. En daar was Johan erg boos over. Hij zegt, nee, het moet geen Soldaat van Oranje. Het zijn Soldaten van Oranje. Het is een heel team, niet hij alleen. Verleden week woensdag werd de nieuwe Nederlandse speelfilm Soldaat van Oranje op het marinevliegveld Valkenburg geïntroduceerd. Soldaat van Oranje is het verhaal van de auteur Erik Hazelhoff-Roelfsema, die in de Tweede Wereldoorlog samen met Pieter Tazelaar en nog enkele andere vrienden actief was in het verzet dat hij vanuit Engeland verrichtte. Onder regie van Paul Verhoeven werden afgelopen zaterdag de eerste opname gemaakt op de Marlot tennisbanen in Den Haag. Soldaat van Oranje is de duurste productie. De kosten zijn geraamd op zo'n 5 miljoen gulden die tot nu toe in ons land is gerealiseerd. Loopt. Camera, 33, 10 tekken. 18. Rutger Hauer en Jeroen Krabbe spelen in de film Hazelhoff en Tazelaar. Rob Hauer wist ontzettend goed hoe die publiciteit moest maken. En het was enorm. En dat was de totale buitenlandse en Nederlandse pers. Iedereen was verzameld. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik had nog nooit een persconferentie van dien aard gezien. Daar zou ze, ja, dat is moeilijk. Ze zijn net om de hoek. Stop! Dat gaat zo snel. Ja, ja. Op dit moment goed, moet je afspringen op het moment dat ze daar zien. Ja, ja, genau. Ja. Oké, nog een keer, jongens. Dan moet even een paar keer oefenen. Ja, dat is ook. Ik ben naar hem toegewezen omdat ik een aantal vragen had over zijn rol. Ik vond het echt een hele bijzondere man, hoor. Ik vond hem. Het was een wijs iemand. Het was ook een nukkig iemand, had ik het gevoel. En ook iemand die niet snel het achter van zijn tong liet zien. Dat bleek ook dat toen... Hij distancieerde zich een beetje ervan. Van de film. Hier, ik, Peter, Rutger, Erik, Lexje van Delden en Frits van der Schriek. Maar je ziet ook hier, vind ik, aan hem... dat hij helemaal niet zo gelukkig is... Als Erik. Hij vindt het eigenlijk maar niks. Het boek vind ik niet zo leuk, maar... Waarom vind je het niet zo leuk? Nou ja, dat vind ik... Ja, dat is een beetje... Een beetje een jongensboek, vind ik. Ja, maar nee, voor maar iemand normaal... die graag helden speelt, moet dat... Ja, maar nee, dat weet je donders goed. Ik speel... ik krijg al door heldenrollen opgedrongen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Omdat ik er zo schijn uit te zien. Er is maar één held in de film, en dat is Rutger. En de rest, eigenlijk, ik ben dan de tweede rol. En dan komen nog al die andere jongens erbij die even belangrijk zijn. Alleen die verdwijnen sneller letterlijk uit beeld dan ik. Er is ontzettend veel gebruikt uit het boek en uit het leven van Erik, wat Rutger heeft kunnen gebruiken. Die zijn ook heel goed bevriend geraakt, Erik en Rutger. Maar Peter was samengesteld uit een aantal mensen en dat is toch iemand die stiller is dan de held en meer op de achtergrond en meer de kat uit de boom kijkt. Jij lazen het dan met die film ook hard op te gillen. Ja, maar dat was Peter die dat deed. Of... Oh nee, dat was Chris. Maar goed, dat kun je je voorstellen. Het is natuurlijk gewoon, je moet er een goede film van maken. En dan kun je dus niet 6 verschillende mensen die allemaal wat anders dat hebben. Het is heel goed gedaan. Die film is ook trouwens uitstekend, toch? Om 7 uur was het dan zover. Honderden toeschouwers waren getuigen van de aankomst van de jetset van Nederland. En ze waren er allemaal, niet allemaal per auto. Ferry Hogendijk, Willem Duis, minister De Gaay Fortman, Frans Andriessen met echtgenote, Monique van der Ven zonder haar man Jan de Bond, Hans en Jacqueline Wiegel en vele, vele andere bekende Nederlanders. Niet te vergeten Henk van der Meijden, die ondanks zijn nieuwe vriendin alles in de gaten hield. Producer Rob Hauer en regisseur Paul Verhoeven hadden ook enkele oud-verzetstrijders uitgenodigd. Er zijn jammer genoeg maar 10 Engelandvaarders uitgenodigd, waar eigenlijk de hele film om gaat. Daar zijn wij heel erg gebelgd over, want wij zijn een stuk van het leven. Van dit. Het was een gala. Nou ja, het was een heel programma. Ik heb ook nog iets officieels, maar dat zijn dan... Maar er staat dus ook dan hier,
dan worden de belangrijkste spelers en makers van Soldaat van Oranje worden door de schrijver door het gelijknamige boek ten tonele voorgesteld. Er staat Erik Hazelhoven en zo zijn wij met z'n allen. Ja, daar heb je hem weer. Zijn we met z'n allen, hè? Natuurlijk, daar heb je hem. Had hij nou niet moeten doen, zijn we dan allemaal. Het was een groot feest, ja. Kom nou, dat doe je niet. He, want er zijn zoveel mensen omgekomen. Dus dat vond ik niet passen. Peter Tazelaar is dus niet naar de première gekomen. Hij is gekomen, heb ik begrepen. En hij stond aan het begin van de Regulus Breestraat en zag dat totale circus. En zag daar Rutger en mij op die motoren en de koninklijke familie en een drumband en een weet ik veel wat er allemaal was. En toen heeft hij rechtsomkeerd gemaakt. Waarschijnlijk in zijn smoking met zijn vrouw. Het was geen man van de recepties en het circuit. Ja, hij was natuurlijk ook, toen hij adjudant van de koningin was, was hij ook meteen vertrokken. He? Ik bedoel, dat heeft hij een tijdje volgehouden. Hij is gewoon, zonder iemand iets te zeggen, is hij er vandoor gegaan. Ja, dat doe je niet. Als Erik nou dat niet geschreven had, en Peter had het geschreven, en had gewoon de rol van Erik belicht zoals zijn rol belicht is in Soldaat van Oranje. Ja, dan was het heel eenvoudig, was het kwartje naar de andere kant gerold. Maar hij heeft dat niet gedaan omdat hij dat ook helemaal geen behoefte aan had. En hij had volgens mij helemaal niets met roem. Daar ging het hem helemaal niet om. Opgestoken. En is gekeken of ik die boot nog zag varen in de duisternis. Ja, dat had ik wel leuk gevonden, maar het was niet zo best geweest. Dan had ik hem natuurlijk ook gezien. Ik zag hem dus niet meer. Toen ben ik langs het koerhuis gelopen. En ik kwam op het Geversdijnhofplein en er stond een tram klaar voor me. Dus ik kon zo van een Engels oorlogsschip op de Haagse tram stappen. Peter was in Holland met de opdracht om een spionagenet op te bouwen. En ik zou heen en weer blijven varen tussen Engeland en bezet Nederland om hem te voorzien van geheime agenten en van zendertjes, geheime zendertjes. Dan moet je eerlijk zeggen dat toen het gelukt was, toen dacht ik nou weten we het verder, zo gaat het verder goed. Het op te zetten spionagenetwerk wordt later bekend als het Englandspiel. Veel Nederlandse geheime agenten en zenders worden overgezet of gedropt in Nederland. Bijna allemaal vallen ze in Duitse handen. Over het hoe en waarom van die mislukking is de discussie sindsdien niet verstomd. Volgens neef Dirk Sauer besefte Peter Tazelaar al snel dat er een luchtje aan het Englandspiel zat. Maar hij was niet bij machten het stop te zetten. Kijk, zijn verhaal is eigenlijk een heel tragisch verhaal. Hij heeft iets heel heldhaftigs gedaan. Hij heeft enorme risico's genomen. Hij heeft dat gedaan in de vaste overtuiging dat hij daarmee de Duitsers bestreden en zal maar zeggen, de vrijheid van Nederland bevocht. En eigenlijk was het voor niks. Want alle mensen die door hem, via hem, of vrijwel alle mensen die geland zijn, zijn opgepakt door de Duitsers en vermoord. Dus als je het historisch bekijkt, is het natuurlijk eigenlijk één grote mislukking geweest, dat heldendom. Een nodige kanttekening bij het heldendom. En daar zijn er meer van te maken. Net als Erik Hazelhoff en Chris Krediet kreeg Piet Tazelaar de Willemsorde en werd hij adjudant van Wilhelmina. En toch is alleen de naam van Hazelhoff tenslotte blijven hangen. Door Soldaat van Oranje, eerst het boek uit 1972, toen de film uit 1977, groeide hij uit tot icoon. De verzetsman als beroemdheid. Zoiets had kort na de oorlog niemand ooit gedacht. Tazelaar al helemaal niet. Na de oorlog waren er heel veel verzetshelden en in allerlei gradaties. En er waren ook nog een paar die in Den Haag rondliepen en die waren echt fout. Die zich overigens toch ook bewogen en vertoonden. En het verzetsheldschap, ik moet zeggen dat er werd niet echt een kaartje aan gehangen. Dus als je wilde weten of verzetsheld was geen woord wat voorkwam. De eerste jaren wou niemand erover praten, die oorlog. Ik bedoel, die generatie die was net uit die oorlog gekomen en die hadden er echt helemaal even genoeg van. En in die tijd werd die verzetsmensen, die waren helemaal niet zo. Wij lazen het dan bij die film ook hard op te gillen. Ja, maar dat was Peter die dat deed. Of, oh nee, dat was Chris. Maar goed, dat kun je je voorstellen.
het is natuurlijk gewoon, je moet er een goede film van maken. En dan kun je dus niet 6 verschillende mensen die allemaal wat anders hadden hebben. Het is heel goed gedaan. Die film is ook trouwens uitstekend, toch? Om 7 uur was het dan zover. Honderden toeschouwers waren getuigen van de aankomst van de jetset van Nederland. En ze waren er allemaal, niet allemaal per auto. Ferry Hogendijk, Willem Duis, minister De Gaay Fortman, Frans Andriessen met echtgenoten, Monique van der Ven zonder haar man Jan de Bond, Hans en Jacqueline Wiegel en vele, vele andere bekende Nederlanders. Niet te vergeten Henk van der Meijden, die ondanks zijn nieuwe vriendin alles in de gaten hield. Producer Rob Hauer en regisseur Paul Verhoeven hadden ook enkele oud-verzetstrijders uitgenodigd. Er zijn jammer genoeg maar 10 Engelandvaders uitgenodigd, waar eigenlijk de hele film om gaat. Daar zijn wij heel erg gebelgd over, want wij zijn een stuk van het leven. Van dit. Het was een gala, nou ja. Maar het was een heel programma, ik heb ook nog iets officieels. Maar er staat dus ook dan hier, dan worden de belangrijkste spelers en makers van Soldaat van Oranje worden door de schrijver door het gelijknamige boek ten tonele voorgesteld. Daar staat Erik Hazelhoef en zo zijn wij met z'n allen. Ja, daar heb je hem weer, zijn we met z'n allen, hè. Natuurlijk, daar heb je hem. Had hij nou niet moeten doen, zijn we dan allemaal. Het was een groot feest, ja. Kom nou, dat doe je niet. He, want er zijn zoveel mensen omgekomen. Dus dat vonden we niet passen. Peter Tazelaar is dus niet naar de première gekomen. Hij is gekomen, heb ik begrepen. En hij stond aan het begin van de Regulus Breestraat en zag dat totale circus. En zag daar Rutger en mij op die motoren en de koninklijke familie en een drumband en een weet ik veel wat er allemaal was. En toen heeft hij rechtsomkeerd gemaakt. Waarschijnlijk in zijn smoking met zijn vrouw. Het was geen man van de recepties en het circuit. Hij was natuurlijk ook, toen hij adjudant van de koningin was, was hij ook meteen vertrokken. Ik bedoel, dat heeft hij een tijdje volgehouden. Hij is gewoon zonder iemand iets te zeggen, is hij er vandoor gegaan. Ja, dat doe je niet. Als Erik nou dat niet geschreven had, en Peter had het geschreven, en had gewoon de rol van Erik belicht zoals zijn rol belicht is in Soldaat van Oranje. Ja, dan was het heel eenvoudig, was het kwartje naar de andere kant gerold. Maar hij heeft dat niet gedaan omdat hij dat ook helemaal geen behoefte aan had. En hij had volgens mij helemaal niets met roem. Daar ging het hem helemaal niet om. Geland zijn opgepakt door de Duitsers en vermoord. Dus als je het historisch bekijkt, is het natuurlijk eigenlijk één grote mislukking geweest, dat heldendom. Een nodige kanttekening bij het heldendom. En daar zijn er meer van te maken. Net als Erik Hazelhoff en Chris Krediet kreeg Piet Tazelaar de Willemsorde en werd hij adjudant van Wilhelmina. En toch is alleen de naam van Hazelhoff ten slotte blijven hangen. Door Soldaat van Oranje, eerst het boek uit 1972, toen de film uit 1977, groeide hij uit tot icoon. De verzetsman als beroemdheid. Zoiets had kort na de oorlog niemand ooit gedacht. Tazelaar al helemaal niet. Na de oorlog waren er heel veel verzetshelden. En in allerlei gradaties. En er waren ook nog een paar die in Den Haag rondliepen. En die waren echt fout. Die zich overigens toch ook bewogen en vertoonden. En het verzetsheldschap. Ik moet zeggen dat er werd niet echt een kaartje aan gehangen. Dus als je wilde weten of. Verzetsheld was geen woord wat voorkwam. De eerste jaren wou niemand erover praten, die oorlog. Ik bedoel, die generatie die was net uit die oorlog gekomen en die hadden er echt helemaal even genoeg van. En in die tijd werd die verzetsmensen, die waren helemaal niet zo. Daar praten we nu met ontzag en achting over. Vlak na de oorlog was daar helemaal niet zo sprake van. Ik was journalist en er waren speciale kroegen waar je dan bij elkaar kwam. Den Haag had toen nog 7 kranten. En men verzamelde zich daar. En nou, daar kwam eigenlijk zo'n beetje iedereen wel eens een keer langs. En Peter Tazelaar, je kunt niet zeggen dat ik hem echt heb leren kennen. Want ik geloof niet dat Tazelaar een mens was om echt te kennen. Maar die heb ik ontmoet in het café, in de nachtcafés. Ik had natuurlijk wel, hij had dat en dat in de oorlog gedaan.
Dat hoorde je wel. Dat is die vent die hier moest dronken over het Geversdijnoopplein met een verkeerd dubbeltje zich eruit moest zien te redden. Zulke verhalen gingen er wel niet door Tansla zelf over. Dus absoluut niet. En je ziet ook hoe toevallig heldendom dan natuurlijk ook is. Hè? Een held word je door wat je doet, maar je wordt het minstens zoveel door de marketing daaromheen. En ja, het was natuurlijk meteen duidelijk dat die Hazelhoff Roelsma, die had een veel beter gevoel voor marketing. En die begreep gewoon hoe hij zijn heldendom kon marketen, om daar wat mee kon doen. Hoogheid, het is voor ons een grote eer. Voor mij als schrijver en voor mijn vriend Ad Stok als uitgever, om u het eerste exemplaar van Soldaat van Oranje te overhandigen. En ik ben u enorm dankbaar. Hier heb ik uit de boekenkast. Als 10-jarig jongetje vond ik het al James Bond. Zo wilde ik ook leven. Weet je, op avontuur, op reis, de wereld in, mooie vrouwen. Ja, wat wil je nog meer? Oh nee, dat was Tansla niet. Tansla met een Rolex over dat ding heen. Dat was Tansla niet. Tansla ging na afloop van de kroegen naar de haven om makreel te eten. Gewoon lekkere makreel die door een speciale vent gerookt moest worden. Eén vent deed dat dan alleen maar goed, zulke verhalen. En die makreel, ja. Maar ik heb ook nooit zo'n horloge aan hem zien hangen. Dus dat moest van een andere figuur stammen. Naar mijn bevindingen. Peter Tazelaar, neef Piet, groeit op in Indië en wordt in 1938 naar Willemsoord Den Helder gestuurd om een opleiding tot adelborst bij de marine te volgen. Een succes is het niet. Voor de theoretische vakken is hij veel te ongedurig. Daar werd een beetje meesmuilend over gedaan. Want ja, het was natuurlijk niet eervol dat hij daar weggestuurd is. Dus de familie moest iets met hem. En zodoende kwam hij dan bij ons in huis en ging naar de zeevaartschool in Groningen. Maar toen bleek al snel dat er vakken bij waren die hem niet interesseerden. Dus het was weer een herhaling van Willemsoord. Ook daar liet hij het op den duur afweten. En dat ontdekte ik omdat hij altijd met dezelfde tas met boeken naar school ging. En toen zei ik, Piet, ga jij wel naar school? Toen bleek het dat hij loopjongen was voor de overigens zeer keurige wijnhandel Onders in Groningen. En daar viel wel eens een klein douceurtje af. En hij hield van een borreltje of zo. Dus dat kwam uitstekend uit. Op zo'n moment overzie je niet wat je te wachten staat. Maar omdat Piet, toen is hij aangemonsterd op een boot van de koopvaardij, hè? En die zou 10 mei uitvaren. Nou, erger kon het niet, hè? Dus hij kon niet weg. Dus voor hem was het meteen een totale streep door zijn toekomst. En toen heeft hij eigenlijk maar één ding gedaan. Geprobeerd om weg te komen. In de zomer van 1941 weet Tazelaar te ontsnappen uit Nederland. Als lid van de bemanning van de onder Zwitserse vlag varende Saint-Cerc. Aan boord is ook Erik Hazelhoff Roelfsema. De vriendschap is snel gesloten. Erik schreef later... Hij was een paar jaar jonger dan ik. Maar misschien omdat we beide uit Indië kwamen, leek... Wij zeggen dat zij vonden ons avonturiers. Zij begrepen van ons ook helemaal niks. Hele suffe boel natuurlijk, hè? Enfin, je werd dan door boeien. Mag je dan om 11 uur een kopje koffie gaan drinken met meneer Boeien? Nou ja, dat was zoiets als een Sinterklaas uit de vooroorlogstijd, weet je wel. Ik bedoel, een hele schattige oude meneer die er echt niets van begreep in onze ogen. Want dat is natuurlijk, wij waren dus 20. En wij vonden dus dat die hele Nederlandse regering daar dus heel weinig deed. En ook heel weinig van begreep. En ze wou ook niet echt luisteren. Wat je natuurlijk bij de majesteit wel had. In een huis op Chester Square in Londen hebben koningin Wilhelmina en haar schoonzoon prins Bernard wel begrip voor de jonge avonturiers. Zij zien ook iets in het plan van Hazelhoff en Tazelaar om contact te leggen met het verzet in het vaderland. Ik heb enorm plezier gehad de eerste keer toen ik met hun in contact kwam.
En ik weet dat mijn schoonmoeder, de koningin, daar evenveel plezier gehad. En voor mij was het alles behalve een stel avonturiers. Voor mij was het een stel heer die, waar ik onmiddellijk sympathie voor had. En we zijn later goede vrienden geworden. Ja, wat ons betreft, toen wij hier op Chester Square aankwamen, toen waren we eigenlijk mogen gekraakt door dat gezeimel van die Nederlandse bureaucratie in Londen. En we hadden dat plan dat we hadden om het contact te maken met bezet Nederland, dat hadden we eigenlijk zo'n beetje opgegeven. En toen kreeg je de merkwaardige situatie dat we hier op Chester Square in de Oude Koningin plotseling een meelegger vonden. Iemand die geheel aan onze kant stond. Achter het huis van koningin Wilhelmina staat een appartement leeg, de Muse. Hazelhoff en Tazelaar kunnen daar intrekken en hun plan voor contact met bezet Nederland uitwerken. Hazelhoff haalt een van zijn beste vrienden uit zijn studietijd in Leiden erbij, Chris Krediet. Die trouwt later in Londen met Alice Brandon, die het plan voor wat Contact Holland gaat heten dan in alle details te horen krijgt. Het hele plan om daar dus krankzinnig met wijn overgoten in je smoking te gaan staan daar beneden bij omdat je weet dat die Duitsers daar vissen, dat is toch een soort van studentengrap. He? Het blijft een verhaaltje. Ik bedoel, het is allemaal wel gebeurd, maar u weet wat ik bedoel. Het is heel romantisch en leuk verzonnen. Contact Holland moet Peter Tazelaar onopgemerkt door de Duitsers terugbrengen in Nederland. Met een snelle motorboot en vervolgens een roeiboot zal hij landen op het strand van Scheveningen, pal voor het koerhuis. In het hol van de Leeuw dus, want daar feest de